Daar staat het Zero-G vliegtuig waar wij straks gewichtloos gaan in zijn. Ja. Door een paraboolvlucht. Ja, een paraboolvlucht, dat is niet moeilijk uit te leggen. Als je op aarde iets laat vallen of iets weggooit, dan maakt dat eigenlijk een parabool. De vorm van die baan, dat is een parabool als iets aangetrokken wordt onder de invloed van zwaartekracht. En dat is exact wat wij gaan doen. Wij gaan ons straks laten vallen in vrije val. En het vliegtuig valt rond ons gewoon mooi mee. Ja, dat is een soort van gewichtloosheid. Eigenlijk kunnen we dat zelf thuis ook testen. Even een heel kort momentje gewichtloos. Dus ik ben het vliegtuig en de sleutels, dat zijn wij dan. Dus op het moment dat ik val, ga je zien dat de sleutel eigenlijk zweeft ten opzichte van mij. Dus kijk zo. Oh. Gezien? Dus dat kort momentje, dit kort momentje, dat doen wij eigenlijk gedurende 21 seconden. Gedurende 21 seconden vallen wij samen met het vliegtuig. 21 seconden, maar wel 31 keer, Henk. Ja, 31 keer, ja. 21 seconden vallen. Met een vliegtuig rond ons van, ik weet niet hoeveel ton. Daar kan niks gebeuren, er is nog nooit een accident mee gebeurd. Nee? Nog nooit. Maar bon, jij, vallen met een vliegtuig. Geroepen. Maar, dat is natuurlijk realiteit met een vliegtuig.